Afgelopen zondag verzamelde heel bekend Nederland zich in de rij in Amsterdam voor de langverwachte première van Petty, de spraakmakende vijfdelige dramaserie op Videoland over het leven van niemand minder dan voormalig luftzangeres Petty Bart, 68. Petty betrad samen met haar echtgenoot Antoine van de Vijver en dochter Priscilla de setting, ditmaal niet op de standaard rode loper, maar geheel in haar eigen stijl, een loper gedrapeerd met opvallende pantenprint. De altijd extraverte Patty deelde mee dat ze het bekijken van haar eigen leven op het scherm enorm spannend en confronterend vond. Haar beslissing om in te stemmen met de dramaserie kwam voort uit de wens van regisseur Wil Koopman om mensen te inspireren met het levensverhaal van Patty. Omdat het volgens haar knap is dat ik alle moeilijkheden in mijn leven heb overwonnen. Dat is eigenlijk de reden dat ik dacht: laten we dit maar gaan maken. Een dag na deze grootschalige première deelde Patty op Instagram dat ze iets wat verward op de bank lag na te genieten. Ondanks dat alcohol en andere geneugten al geruime tijd uit haar leven zijn verbannen, voelde ze zich alsof ze drie dagen niet naar bed was geweest en inmiddels door de talis was overreden. Ze beschreef de ervaring als een ware rollercoaster. Patty onthulde dat haar dochter Priscilla de hele serie in één keer had gekeken en behoorlijk geschrokken was van de beelden over het faillissement. Als reactie hierop deelde moeder en dochter samen een thee, waarbij ze leed weglachten en tegelijkertijd hun emoties de vrije loop lieten. Patty besloot met de liefdevolle verklaring dat vanaf nu alleen het geluk van haar dochter telt.